Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken en luisteren naar een nieuwe aflevering over de Giro d'Italia 2022. In deze aflevering ga ik etappe 10 bespreken, 195 km, de eerste 100 kilometer vlak en daarna glooiende beklimmingen voor de laatste 95 kilometer van deze etappe, inclusief de laatste beklimming 1700 meter aan 6,2%. Laurens Nase, Mattia Abais en Alessandro De Marchi vormden in deze etappe de kopgroep. Alpecin, Lotto Sudal en Intermarché reden op kop van het peloton om zo de vlucht te controleren. Ik was enigszins verrast dat Lotto Sudal dat probeerde om te doen... omdat ik in geen enkele mogelijkheid eigenlijk uh, ja, gezag dat Caleb Ewan een kans zou krijgen... Om te gaan sprinten aan het einde van deze etappe. Met nog 78 kilometer te gaan, zagen we dat Juwen aan de achterkant van het peloton alle moeite had om het tempo van het peloton te volgen. Vervolgens, even later, 4 kilometer later of zo, werd hij ook gelost. Even later moest ook Mark Cavendish er aan geloven. Het grote verschil, eigenlijk een beetje opvallend, vond ik dat toen Cavendish moest lossen, dat hij gelijk werd beschermd door ongeveer vijf ploeggenoten. En toen Jure eraf af moest, zag ik eigenlijk niemand van Lotto die hem hielp. Pas veel later werd hij, kwam er echt een paar ploeggenoten bij hem die hem beschermden. 20 kilometer voor de finish was het avontuur van de drie vluchters voorbij. De laatste klim van de dag zou uh, alles gaan bepalen in uh, deze etappe. Een klim van 4,2 kilometer aan 4,2 procent. Met een maximaal stijgingspercentage van 11 procent. Aan de voet van de beklimming zagen we een aanval van Tobias Vos, de renner van Jumbo-Visma. Die werd gelanceerd door Jos van Emden. Welk plan hier nou achter zat of wat de bedoeling precies was, geen idee. Ik weet echt niet wat ze aan het proberen waren. Uiteindelijk, voordat die stelste strukken, stukken van 11% eraan kwamen, werd Vos alweer teruggehaald achterin uh, in dat uh, groepje die redelijk uitgedund was uh, heel erg uitgedund eigenlijk moesten uh, De Waard lossen en uh, ook nog uh, wat uh, andere sprinters die gewoon niet meer uh, konden volgen op de stelsel stroken bepaalde Sivakov uh, tempo met uh, achter hem uh, Richard Carapas. ik had wel het idee toen ze gelijk op kop kwamen dat ze een plannetje hadden dat Sivakov even uh, tempo zou rijden en dat Karapas uh, dan zou aanvallen maar uiteindelijk deed Karabasser uh, dat niet. Alle Renners zaten, zover ik zag, gewoon goed van voren. Kofi probeerde nog wel even, de renner van uh, URA Emirates, om uh, voor de top nog even aan te vallen. Maar hij kreeg ook uh, weinig ruimte en uh, werd ook weer ingelopen. De renners kwamen over de top en het was uh, ja, toch wel een beetje chaos. De groep was heel erg uh, uitgedund. Alle sprinters waren gloss, behalve uh, Biniam en Van der Poel en Albanese. Toen we de afdaling in gingen, vlogen er links en rechts uh, aanvallen van uh, verschillende renners uh, om de oren. Maar op een gegeven moment was er een uh, bocht naar links in die afdaling. Het was niet echt heel erg duidelijk aangegeven. In ieder geval vanuit het helikoptershot kon ik niet heel veel zien. Het Leek er een beetje op dat er getwijfeld werd door een aantal renners. En Biniam ging naar rechts. Uh, en andere renners gingen naar links. Dat was uiteindelijk ook de goede kant. Op ongeveer vijf kilometer uh, voor de finish probeerde Van der Poel het uh, zelf. Even later kwam ook uh, uit de achtergrond uh, Biniam uh, met in de, zijn wiel uh, Schmid. Daardoor uh, kwam eigenlijk uh, weer uh, alles uh, bij elkaar. Daarna probeerden nog wel heel veel klassemensrenners het. Uh, bijvoorbeeld Richard Carrepass en uh, Carty die een uh, klein gaatje kreeg. Maar op het vlakke gedeelte uh, na de afdaling werd ook hij weer ingelopen. Waardoor het uiteindelijk in een uh, sprint ging eindigen. Wat toch wel een beetje verwacht was in deze situatie, vond ik zelf. Aan de rechterkant deed Pozzo Vivo de lead-out voor Gear Mai. Die uh, de sprint opende. Heel vroeg ging die al aan. Onmiddellijk moest Van de Poel een enorme inspanning uh, doen. Om uh, daadwerkelijk weer uh, terug in zijn uh, wiel te komen. Dat lukte. Van der Poel kwam naast Giermaai. Ik had het gevoel, hij gaat erop en erover. Maar op een gegeven moment moest hij uh, opgeven. Het was uh, toch iets te veel voor uh, Van der Poel. Waardoor uh, Biniam Giermaai de etappe wint. En uh, Van der Poel die gaf hem een um, mooie duim van uh, goed gedaan uh, jongen. was ook wel heel sportief uh, om te zien. Wat van der Poel anders had kunnen doen, is dat hij minder aanvallend had kunnen zijn. Zelfs al was hij bang voor de sprint van Girmay, het was waarschijnlijk dat de groep gewoon weer bij elkaar zou komen en dat het zou eindigen in een massasprint. Dus ik denk dat op sommige momenten in de finale hij te veel energie heeft verspeeld, terwijl hij dat niet per se nodig had op die bepaalde momenten. Intermarché heeft het echt als uh, team perfect uitgespeeld. Zoals de leadout van Potso Vivo was daarin een voorbeeld. Maar Potso was ook heel erg belangrijk door het tempo hoog te houden. En de gaten probeerde dicht te rijden. Ook toen van der Poel Chicone en volgens mij nog twee andere renners uh, ervan doorgingen. Reed Potso Vivo ook uh, gewoon uh, de goed tempo. Uh, om uiteindelijk dus uh, die groep uh, in te rekenen en nog wel een aantal keren uh, proberen om uh, die gaten dicht te rijden. Door dat goede werk en van Potso natuurlijk heeft Biniam uh, gewonnen. Tweede is uh, uiteindelijk van de pool. Albanese wordt uh, derde. Kelderman vierde, heel knap in die eerste etappe. Zat hij er al uh, goed bij in uh, dat uh, sprintje op uh, dat... Uh, Heuveltje eigenlijk, Ik kan je niet echt een uh, bergje noemen, het was meer een uh, heuveltje. En nu zit hij ook gewoon achter de wel drie beste sprinters, uiteindelijk van uh, dit uh, uitgedunde groepje. Dus uh, Albanese van de Poel, Henkie Jemai, wordt Kelderman gewoon vierde, heel knap. Carapas vijfde, Koen Bouwman zesde, prima resultaat natuurlijk voor hem. Bardet zevende, Bilbao achtste, negende Almeida en uh, tiende Schmid. Bij de podiumceremonie gebeurde ook nog wel iets uh, heel opmerkelijks met uh, Biniam. Hij is uiteindelijk uh, daardoor geblesseerd geraakt. Hij heeft uh, heel erg last van zijn uh, oog daardoor gekregen. Hij probeerde een champagnefles te openen. En ja, de kurk schoot uh, in zijn uh, oog natuurlijk in uh, de eerste etappe. Gebeurde dat ook bij Van der Poel? Gelukkig heeft hij daar niet veel aan overgehouden. Kiemai uiteindelijk wel. Hij is ook daardoor gelijk naar het ziekenhuis gebracht. Het is op dit moment al wel bekend of hij wel of niet is opgestapt. Maar daarover in de video van morgen meer. Waarin ik ook uitgebreid etappe 11 ga bespreken. Voor nu wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. En voor het luisteren naar deze video. Morgen ben ik er weer. Wat ik al zei, ga ik etappe 11 voor jullie bespreken. En ook de situatie van uh, Biniam. Hopelijk zijn jullie dan weer bij. Doe voor nu even een blauw duimpje omhoog. Als je deze video leuk vond. Abonneer gelijk dan ook even hier beneden. Dat zou ik uh, erg waarderen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. En dat is morgen later.